Intussen zijn de paarden in de laatste 400 meter van de koers. En is het aan de buitenzijde opgereden nu. Flits Harley, die als een duveltje uit een doosje komt. Flits Harley heeft de leiding aan de binnenkant. Golden Avenue. En daarachter volgt op de derde plaats dan Blue Diamond Asmet. Verder weg in het veld Ceres. En daarachter Fakir Oldersson. Maar het is Golden Avenue die nog altijd leidt. Golden Avenue met dichterbij dan Flits Harley. En zo zijn we dan in de laatste meters. Nou, zo dichtbij is het niet. Golden Avenue wint de koers eigenlijk gewoon van start tot finish. En op de tweede plaats daarachter is het dan Flits Harley. Verder weg in het veld volgt op de derde plaats dan Blue Diamond As. Dames en heren, de uitslag is officieel. Winnaar de nummer 4, Golden Avenue. En ze gingen rond met Dennis Minema in 1:20.6. 20-6, dat is een uitstekende tijd voor de grasbaan hier op de renbaan Duinig. Dennis Minema heeft de lange reis vanuit Band niet voor niets gemaakt. Paard van de familie, deze Golden Avenue, 5-jarige bruin Alien Donen uit Volpik Zimia. Gevolgd door een bezit van Dennis Minema. Bas Krebas en Dennis trainen hem samen. En Dennis, het is een apart verhaal, want... Sorry schat, nee, wat jij doet is eigenlijk altijd goed. Het is een apart verhaal, want hij was eigenlijk al weg, hè? Hij zou weg, maar diegene die hem gekocht had, die heeft niks ervan gehoord. Nou, ik zeg dan eigenlijk nog een jaar... Best. Ja, maar aan de andere kant, ik bedoel, jullie zijn ook hobbyisten. Waarom zou je hem niet lekker houden? Het is toch zo'n paard als, zoals hij het hier laat zien, is toch geweldig? Ja, ik kan dit makkelijk. En dit, ik dacht ik vandaag ga hard rijden. Nou, dat heb ik gedaan. En hij is gewoon goed en hij is denk ik nog beter dan vorig jaar. Hij traint in ieder geval wel beter. Maar toch, als iemand interesse heeft die hem wel bereid is af te nemen in plaats van zoals die Belg, dan mag je weg? Nee, nu niet meer. Ze hebben de kans gehad. Ze hebben de kans gehad. De bloemen kunnen even naar de ouders van Dennis. Die steunen hem door dik en dun. En die zijn op dit moment overhandigd. Minema gaat zijn ereronde rijden, dames en heren. Groot applaus voor de winnaars van Koers 8. Er was een geheim tipje van. Lees hem maar op nakoersen.nl. Daar hebben ze het heel vaak bij het rechte eind. Kees Vossel en zijn zoon. In dit geval ook vaste winnaar, zeiden ze. Golden Avenue, Dennis Minema. Volte. Standby. En de start is gevallen. Paarden zijn gestart voor de draverij op het gras. De EIV-prijs, onze eerste grasdraverij van vandaag. En het is Golden Avenue die het veld op sleeptouw neemt. Golden Avenue is de leider. Op de tweede plaats aan Renlore. Uitgeschakeld paard nummer 1. 1 galop. Dream Women maakt een lange galopade, wordt uitgeschakeld. Aan de buitenzijde komt Elliot Charisma oprijden. Zo gaan de paarden dan de Klingendaalbocht in. Achter deze paarden Blue Diamond As met zijn resten. Verder weg Fakir Oldersson. Daarachter Flits Harley met Bizar Zandbergen, broer van Bremen. Dan volgt High Five met Guess What, Girondine. En laatst is Cashflow. En zo gaan we dan de bocht door op weg naar de overkant van de baan. Een lang gerekt veld. Het lijkt wel een processie, een polonaise. De paarden op weg naar de overzijde van de baan. We gaan zo dadelijk over het zandpad. En dan is het nog 1300 meter koers in de AEV-prijs. En dan gaat het Golden Avenue aan de kop. Golden Avenue is de leider. Als we aan de overzijde van de baan zijn, heeft Golden Avenue een lengtevoorsprong op de concurrentie. RN Lorraine tweede, Blue Diamond als derde en op de vierde plaats Serest. In vijfde positie volgt daar dan achter Vakia Oldersson. Met verder weg in het veld dan Flits Harley. Dan volgt Bizar Zandbergen. Die wordt gevolgd door Broer van Bremen. Achter deze paarden is het Girondine met High Five. Dan volgt Guess What met Cashflow. En Elliot Charisma weet zich nu in laatste stelling als de paarden de laatste bocht indraaien. En bij het indraaien van de laatste bocht zijn de situaties op het front nog altijd ongewijzigd met Golden Avenue een lengtevoorsprong. Golden Avenue is de leider. Op de tweede plaats volgt RN Lorraine. In derde passie volgt op dit moment Blue Diamond As. Dat zijn de eerste drie paarden. Aan de binnenkant volgt Ceres met Wilsteur. Dan Fakir Oldersson. En aan de buitenzijde komt dan die Elliot Charisma weer terug voor meer. En de paarden komen de laatste bocht door en komen op weg naar de laatste rechte lijn. En hebben dan nog een, volgens mij hebben we een rijdeloos paard. Dat hebben we inderdaad, een rijdeloos paard. De EHBO wordt met spoed in de bocht verwacht. EHBO met spoed in de bocht. In de landscheidingsbocht wel te verstaan. Intussen zijn de paarden in de laatste 400 meter van de koers. En is het aan de buitenzijde opgereden nu. Flits Harley, die als een duveltje uit een doosje komt. Flits Harley heeft de leiding aan de binnenkant. Golden Avenue. En daarachter volgt op de derde plaats dan Blue Diamond Asmet. Verder weg in het veld Ceres. En daarachter Fakir Oldersson. Maar het is Golden Avenue die nog altijd leidt. Golden Avenue met dichterbij dan Flits Harley. En zo zijn we dan in de laatste meters. Nou, zo dichtbij is het niet. Golden Avenue
wint de koers eigenlijk gewoon van start tot finish. En op de tweede plaats daarachter is het dan Flits Hali. Verder weg in het veld volgt op de derde plaats dan Blue Diamond Tas.